Het is gewoon het dompen. Je ziet gewoon weer alles in duigen van voor de tweede keer. En, nou ja, het is gewoon niet leuk. Absoluut niet. Nee, je verheug je gewoon op die 3 dagen. Voor vuurwerkhandelers in de regio komt het onstene vuurwerkverbod als een tweede deksel op de noos. De vuurwerkbranche wil met een kwart pleit nog proberen om het verbod van tafel te krijgen. Maar Ek Visser zocht dat net voor het dreks gebeuren. Natuurlijk heb je de hoop dat het doorgaat, maar dat gaat gewoon niet meer door. Technisch gezien is dat gewoon niet mogelijk. Uitleveringsmogelijkheden zijn er nu gewoon niet. Er zit zoveel organisatie achter en zoveel planning. Dat gebeurt al maanden van tevoren. En als dat nu allemaal in één keer moet, naar die honderden verkooppunten in heel Nederland, dan denk ik ja, nee, dat zie ik heel somber in. Wat de vuurwerkhandel stekt is dat er vorige week tongensdje nog green licht liek te komen voor het vuurwerk met oud en nij. Maar een ontloeren letter stiet dat licht voor een dagelijks weer op reed. Vorig jaar voor de zorg, uiteraard, doen we daar aan mee. En dit jaar, ja, van de zorg mag het, van de overheid mag het. De IC's die zeggen het kan wel doorgaan. Iedereen zegt het kan wel doorgaan. En dan hebben we een paar gemeenten die zeggen van nee, dat doen we niet. En daar wat rekening mee houden, ja, dat is gewoon ontzettend zuur. En dat doet heel veel pijn. Er mag wel categorie in vuurwerk verkocht worden, maar dat dekt de financiële lading lang net. Het wachtje op yield en nood het verbod er voor het tweede jaar op regelieken te komen, maakt het voor handelers en leveranciers nog dreiger. Want de skeervergoeding van vorig jaar is nog niet eens binnen. Vorig jaar is er 40 miljoen vrijgegeven. Dat gebeurt dit jaar niet. Dat is al gezegd door het kabinet. Er komt wel wat geld vrij, maar ja, hoeveel? Dat is eigenlijk niet bekend. En het zal wel weer een jaar duren of anderhalf voordat het uitgekeerd wordt. Dus dat, nou ja, die tijd zijn de meeste vuurwerkleveranciers die gaan gewoon failliet. Vuurwinkels gaan failliet. En er staan gewoon heel veel banen op het spel nu. En dat is gewoon ontzettend jammer. De hele markt klapt gewoon in elkaar. Zo.